In deze video vertel ik de ins en outs van de X-Adventure X-Line. De X-Line is de nieuwste kinderwagen van X-Adventure. Deze kinderwagen wordt gekenmerkt door het gunmetal kleurig frame en is voorzien van cognackleurige lederen details. Zoals hier te zien is op de duwbeugel en hier aan de voorkant van het extra grote boodschappenmandje. Nou, deze kinderwagen is verkrijgbaar in 3 kleuren. In de kleur rood, geel, grijs, chardonnay of in het blauw, radiant. De kinderwagen wordt standaard geleverd met een frame, een autostoeltje met adapters, een reiswieg en een wandelwagenzitting. In deze video ga ik stuk voor stuk eventjes de onderdelen benoemen en omschrijven. Ik start met de reiswieg. Dat is deze. Deze reiswieg is voorzien van een handige beugel in de kap, zodat we makkelijk de reiswieg kunnen optillen en hem eenvoudig eventjes op het frame kunnen plaatsen. Zo. De reiswieg gebruik je de eerste 6 maanden. Nou, in de reiswieg bevindt zich een matrasje. Die ga ik er even uitpakken. Dit matrasje is voorzien van ventilerend materiaal, zodat je kindje het nooit te warm of te koud zult hebben. Zo. Even kijken. Nou, de kap is voorzien van een luikje. Die kunnen we oprollen en met dit knoopje eventjes vastzetten, zodat je ook vanaf de zijkant altijd even naar je kindje kunt kijken. Wordt je kindje in de zomer geboren, dan kunnen we ook hier aan de onderkant de kap een stukje losmaken en hem een klein beetje oprollen voor wat extra ventilatie. Ideaal dus voor onze zomerkindjes. Zo, zit weer vast. Nou, op het moment dat de kleine kan zitten, is die reiswieg helemaal niet meer zo interessant. Dus gaan we over op de wandelwagenzitting. Die gaan we er even bij pakken. Om de reiswieg eraf te tillen, dat doen we door deze knoppen even in te drukken. Zo. Ook de onderkant van de reiswieg heeft plastic pootjes, zodat je hem gemakkelijk op de grond kan neerzetten zonder dat de bekleding vies kan worden. Ik ga even de wandelwagenzitting erbij pakken. Dat is deze. Nou, dit setje gebruik je op het moment dat de kleine kan zitten. De wandelwagenzitting is in 2 posities te gebruiken. Hij kan namelijk van je af op het frame worden geplaatst of naar je toe. Nou, ik zal hem in eerste instantie even van ons af plaatsen. De wandelwagenzitting is voorzien van een extra grote zonnekap. Deze kap heeft ernaast een luikje die we wederom, net als bij de reiswieg, eventjes op kunnen rollen, zodat je altijd, ook op het moment dat de zitting van je afstaat, je kindje goed in de gaten kan houden. Dit verlengde zonnekapje is in- en uitklapbaar. Is ideaal voor de extra warme dagen met felle zon of dagen met harde wind, zodat je kindje altijd lekker beschut in de wandelwagenzitting zit. We gaan de zitting eens even van binnen bekijken. Draai hem eventjes om. En vouw de kap eventjes in. De wandelwagenzitting is voorzien van een veilige 5-puntsgordel. Deze gordel groeit mee met je kindje, zodat je kindje altijd comfortabel in de wandelwagenzitting kan zitten. De duwbeugel is aan 1 kant los te maken. Dat doen we zo, door dit knopje aan de zijkant eventjes in te drukken. Dan duwen we de duwbeugel opzij en kunnen we gemakkelijk het kindje in en uit de kinderwagen tillen. De zitting is in 3 posities te verstellen. Die posities kunnen we aanpassen door deze knoppen in te drukken. In deze positie zit het kindje helemaal rechtop. Daarnaast hebben we de half zit en helemaal plat als de kleine lekker even een dutje wil doen. Ik ga nu demonstreren hoe de kinderwagen in- en uitgeklapt kan worden. Ik begin door eerst even de wandelwagenzitting eraf te tillen. Dat doen we door deze knoppen even in te drukken. De duwbeugel is in verschillende standen te verstellen. Dat doen we door deze knop in het midden
eventjes in te drukken. Op die manier kunt u hem instellen in de positie die voor u comfortabel is. Op het moment dat we de kinderwagen gaan invouwen, brengen we de duwpositie in de laagste positie. Dus we drukken de knop in. Daar gaat hij. En vervolgens halen we deze knoppen aan beide kanten van het frame naar ons toe, zodat het frame loskomt. Nou, de beugel vouwen we naar voren. En vervolgens pakken we de greep hier bij het boodschappenmandje, zodat de kinderwagen invouwt. Dan blijft er eigenlijk dit kleine pakketje over. Dit is de X-Line in ingevouwen positie. Nou, zoals jullie zien is het best wel een klein pakketje, waardoor die eigenlijk in iedere auto past. De X-Line is vergrendeld hier in een beveiliging. Dus dat betekent op het moment dat we bijvoorbeeld alleen aan dit gedeelte van het frame optillen, dat hij niet uit elkaar kan klappen. Daarnaast is hij ook eenvoudig op te bergen, omdat hij rechtop kan blijven staan. Bij het uitvouwen hoeven we eigenlijk alleen de beveiliging eventjes met ons duim opzij te duwen. En dan gaat het eigenlijk als vanzelf. En zijn we klaar om te gaan. Dit is het einde van de instructievideo van de X-Adventure X-Line kinderwagen. Voor meer informatie en voor bijpassende accessoires verwijs ik jullie graag door naar onze website www.babyandtiener.nl of kom anders een keer gezellig langs in een van onze megastores.